In deze video leg ik je uit hoe de ISO 27001 risicoanalyse werkt. De risicoanalyse vanuit de 27001 is eigenlijk de basis van je hele management systeem. Om het opstellen van een risicoanalyse tot een succes te laten komen, is het van belang dat je in kaart gaat brengen wat nou de grootste problemen zijn waar je tegenaan loopt. Nou, dat zijn een aantal onderdelen, bijvoorbeeld een stukje personeelsmanagement. Het kan zijn op een stukje gebruikersmanagement. Doe dat vooral met meerdere afdelingen of meerdere personen, even afhankelijk van de grootte van je organisatie. Dus je gaat kijken naar enerzijds de kans van optreden en anderzijds kijk je naar de impact. Dus als het ons overkomt, wat doet het dan voor ons? Een voorbeeld is dan bijvoorbeeld, stel we worden gehackt. De kans is wellicht niet heel groot, maar als het gebeurt, dan is de impact waarschijnlijk vrij groot. Nou, dan ga je dus tot een conclusie komen dat zo'n risico waarschijnlijk niet acceptabel is. En ga je dus maatregelen nemen. Nou, die maatregelen die ga je bedenken. Of je gaat maatregelen nemen vanuit die ISO-norm. Vervolgens zegt ISO dan van, joh, beste lezer, nu je toch al bezig bent met je risicoanalyse, kijk eens even naar welke maatregelen je wil gaan nemen. En vergelijk die nou eens met onze bijlage A van de norm. In onze bijlage van de norm hebben wij namelijk een lijst van 93 maatregelen terug laten komen met zaken die vaak voorkomen bij mensen die ISO 27001 aan het implementeren zijn. Die kun je gebruiken om jouw risico's te gaan behandelen. Je risicoanalyse vormt ook onderdeel van de PDCA-cyclus, want die PDCA-cyclus ga je eigenlijk starten naar aanleiding van je risicoanalyse. Want we hebben nu eigenlijk het plan gemaakt, we hebben de risico's in kaart gebracht en die risico's, ja, dat is eigenlijk de plancyclus, het in kaart brengen van die risico's. Nou, in de do ga je dan dus de risico's die je wil behandelen, ga je vervolgens uitvoeren, behandelen beter gezegd. En na het behandelen ga je vervolgens een controle uitvoeren van, goh, die maatregelen die wij nou hebben genomen, hè, vanuit die risicoanalyse. Hoe loopt het daarmee? Hoe staat het daarvoor? Hebben we die nou goed gemitigeerd? Hebben we dat risico nou goed verlaagd? Of accepteren we het risico? En is dat nog steeds acceptabel? En dan heb je nog de act. En in de act gaan we nog eens kijken van, dus we vinden het acceptabel. Zullen we dat risico dan accepteren? Of we vinden het niet acceptabel. Zullen we dan nieuwe maatregelen gaan plannen om het risico te gaan beheersen? En dan begint die hele cyclus weer opnieuw. Nou, wie voert zo'n risicoanalyse nou uit? Nou, zoals eerder gezegd, doe je dat het liefst met meerdere mensen van meerdere disciplines. Maar vaak zie je dat de security officer of de projectleider informatiebeveiliging of geef het beestje een naam, dat die de risicoanalyse uitvoert. En dan over het algemeen in samenwerking of in goedkeuring van de directie. Want uiteindelijk moet de directie of het management ook een stuk leiderschap en betrokkenheid tonen. Wil je nou nog meer weten over risicoanalyses? Lees dan nog onze blogs. Wil je meer weten over informatiebeveiliging? Bekijk dan onze andere video's. Lees onze website of neem contact met ons op.